Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik jullie de najaarsproducten van Essence laten zien. Ik heb ook al een video opgenomen met de producten van Catrice. En ik heb toen ook uitgelegd dat deze video relatief later is gekomen dan wanneer ik ze normaal opneem. Dit komt puur door het, de tijd en de producten die ik nog niet allemaal had die ik graag wilde. Maar omdat het nog 2017 is, dacht ik deze video kan nog net. Dus ja, ik wilde dat alsnog even gaan doen. Even een kleine mededeling. Het kan zijn dat de video's de aankomende tijd misschien iets slechter zijn van kwaliteit. Het is namelijk zo, mijn camera die ik hiervoor altijd gebruik is helaas kapot. Of kapot, daar is wat mis mee. En die heb ik dus weg moeten brengen voor reparatie. Die wordt dus nu opgestuurd. En ik hoop deze over 2 tot 4 weken ongeveer terug te hebben. Dus ik moet het nu even doen met mijn telefoon, omdat ik helaas geen andere camera heb. Dus ik doe mijn best en ik hoop dat jullie alsnog leuk vinden om de video's gewoon te bekijken. Maar het kan dus zijn dat de kwaliteit die je van mij gewend bent, dat die ietsjes anders is doordat ik het nu anders met mijn telefoon gewoon even moet opnemen. Maar goed, ik heb een hele doos vol met producten van Essence. En ik ga die gewoon even met jullie doornemen. Ik ben hier zelf heel benieuwd naar. En ik wilde deze video gewoon nog heel graag opnemen. Zodat ik ook lekker de producten kan gaan testen. Dus ben je benieuwd naar welke producten ik heel erg benieuwd ben, zou ik zeggen, kijk zeker gezellig mee met deze video. Ik moet zeggen dat ik nog 2 producten had waar ik ook heel benieuwd naar was. Die zitten niet in deze video, want die hadden ze niet in de winkel. Maar die wil ik nog even via de site van de Kruidvat bestellen. Allereerst heb ik deze eyeliner tool. En dit is een Style Your Wing Cut Out Eyeliner Tool. En dit is dus een tooltje waar je verschillende eyeliner stijlen mee kunt zetten. Ik zal hem even openmaken. Heeft niet nog een speciale naam gekregen. Eyeliner zetten, ik vind het altijd heel erg mooi. Vooral bijvoorbeeld met een wing. Maar dat is best wel lastig. En toen kwam Essence dus met deze tool. En even kijken hoe dit zit hoor. Dit is hem. Dit is de tool. En hier zitten dus verschillende eyeliner stijlen in. Ik zie hier bijvoorbeeld de Miss Adventurous, dat is deze. Dan heb je hier de Miss Natural, dat is een gewone. De Miss Trendy. Miss Artistique. En hier nog Miss Party Girl. En de laatste is Miss Superstar. Dus dat ziet er wel heel grappig uit. Ik ben echt benieuwd of dat dit gaat werken. Ik heb ook al een stempel van AliExpress en die werkt op zich ook prima. Maar dat is ook nog best wel precies. Dus hier kun je eigenlijk gewoon met je... Ja, je kunt hier gewoon met een eyeliner pen, zeg maar, in. Dus ik ben benieuwd of je hier hele mooie eyeliner stijlen mee gaat krijgen. Dan heb ik 2 mascara's. En ik heb allereerst hier de Instant Volume Boost Mascara. En dit is, deze is Smudge Proof en Intensive Black. Zou klaar zijn in 10 seconden of droog zijn in 10 seconden en beloofd power volume. Dat is dus deze. Je hebt volgens mij ook een waterproof variant, maar ik ben voor de gewone gegaan. Deze mascara belooft een extreme volume boost. En ja, we gaan even naar het borsteltje kijken. Dat vind ik altijd wel heel belangrijk. Het borsteltje ziet er goed uit trouwens. Het is zo'n borsteltje. Hier hou ik wel van. Dit is, het is niet echt siliconen. Dit is wel echt een borsteltje met haren. Ziet er heel goed uit als je het mij vraagt. Ben ik heel benieuwd naar. Ik ga producten niet testen of swatchen. Want anders kan ik er geen foto's meer van maken. De producten zul je absoluut terug gaan vinden op mijn blog in een reviewpost. Misschien ook wel eens in een video. Mocht je een product willen zien, graag voor een video of zo, laat het zeker weten. Mocht je benieuwd zijn naar de reviews die ik over deze producten ga schrijven, het linkje van mijn blog staat in de beschrijving. Dan heb ik ook de Lashes of the Day Super Volume Mascara. En dat is dus deze. Ziet er ook super schattig uit. Ik vind die verpakking altijd van Essence echt heel erg leuk. En dit is ook een mascara die super volume belooft. En dat is het ook eigenlijk wel. Even kijken naar dit borsteltje. Ook alweer belangrijk. Dit borsteltje ziet er iets minder prettig uit als je het mij vraagt.
Dat is gewoon puur kwestie van smaak hoor, van voorkeur. Iets minder prettig, er blijft heel veel mascara aan zitten als ik het zo zie. Maar ja, dat ga ik gewoon testen. Ik kan natuurlijk daar nog niet zo heel veel over zeggen. Misschien werkt het wel prima, maar dat is mijn eerste indruk van dit borsteltje. Dus deze twee mascara's. Dan heb ik een aantal producten voor de wenkbrauwen. Allereerst heb ik de Brow Marker. Ik heb de 20 Brownie. Ondanks dat ik wel blond haar heb, zijn mijn wenkbrauwharen eigenlijk best wel donker. Dus vaak voor blond haar zijn ze te licht. Dit is dus een marker, semi-permanent. Ik ben heel benieuwd. Ik heb dit nog nooit eerder gezien. Dat ziet er zo uit. Ziet er echt heel gek uit. Net als dat je met zo'n markeerstift je wenkbrauwen gaat doen. Ben ik wel heel benieuwd naar. Vond ik wel een heel grappig product. Dus die heb ik voor de wenkbrauwen. Dan heb ik ook het Make Me Brow Jumbo Eyebrow Pencil. Dit is trouwens ook weer de 20 Brunette. Dat is deze. En deze heeft dus een hele dikke punt. Heel benieuwd naar ook. Ik ben wel benieuwd hoe dat werkt, zeg maar. Het is natuurlijk heel dik, dus misschien kun je er wel prima mee werken. Misschien werkt het ook wel totaal niet. We gaan het zien. En dan heb ik ook nog de Superlast Eyebrow Promate Pencil Waterproof. Die zou 24 uur blijven zitten. En dit is de kleur 30 Dark Brown. En dat is dus zo'n heel klein penseeltje. Ik zal hem even zo laten zien. En als je hem, kun je dus omhoog draaien. Hiermee kun je je wenkbrauwen inkleuren. Aan de achterkant zit ook een... Oh, ik trek hem eruit. Dat was niet helemaal de bedoeling. Zit dus ook een borsteltje. Ik denk dat ik hem even... Ja, kijk zo. Dan kun je het dus mee uitvegen. Dus ik ben benieuwd of dat dit werkt. Het ziet er wel grappig uit. Het zijn wel hele, hele zachte haartjes. Als je hem zo ziet. Heel benieuwd naar. En als laatste heb ik ook deze Style Your Brows Eyebrow Stencil Set. En daarmee kun je dus verschillende stijlen voor je wenkbrauwen aanbrengen. Ik zal deze eventjes eruit halen, zodat jullie het even kunnen zien. Hier zitten dus verschillende stencils in. Ik heb hier allereerst voor... regular wenkbrauwen. En dat zijn dus deze. En die leg je dus denk ik zo. Ik vind ze wel heel breed. Maar nou ja, op zich prima. Links en rechts uiteraard. Voor full wenkbrauwen. Deze. Nou, ik geloof dat ik dat zelf een beetje te dik vind. Maar misschien vind je het wel heel mooi. En voor smalle. En die vind ik zelf op zich wel heel erg mooi. Ze zijn ook heel erg leuk bedrukt met hier staat bijvoorbeeld een cupcakeje op. Ik vind dat echt heel leuk gedaan. Dus ik ben benieuwd of dat dit werkt. Ik heb hier zelf nooit ervaring mee met dit soort producten. Ik heb bijvoorbeeld wel eens stenceltjes gehad bij een wenkbrauwkitje. Maar dat gebruikte ik nooit. Dus ik dacht, nou, wie weet is dit wel leuk om een keer te testen. Hij heeft trouwens de naam gekregen 01 Eyebrows on Fleek. Dan heb ik ook een blush. Dit is de Metal Grown Blush. En... ik heb hem in de kleur 30, de Beauty en de Bronze. En dit is dus echt zou een heel mooi blusje kunnen zijn met zo'n effect. Ziet er wel heel erg tof uit. Misschien is deze kleur wel wat te donker, maar ik heb hem niet geswatcht in de winkel ook. Dus ik ben wel heel benieuwd of dat dit wat gaat zijn. Ze zien er heel veelbelovend uit, dat sowieso. Dan heb ik ook een aantal tooltjes. Ik heb hier allereerst de... Holo Lighter Brush. En dit is dus met een unicorn erop. Zo schattig. Dit is een holografische brush. Zoals je waarschijnlijk al in de gaten had. Oh ja. Nou, het heeft een fluffy kwast. Op zich voelt het wel lekker zacht. Ziet er wel tof uit. En dit is inderdaad holografisch. Ik weet niet of jullie het goed op camera kunnen zien. Maar het ziet er wel echt heel schattig uit. Ik ben wel benieuwd. Ik weet nog niet waarvoor ik dit ga gebruiken. Misschien ook wel voor highlighter of zo. Dat dit heel fijn kan zijn. Maar ik vond hem dus zo leuk uitzien. Dat ik dacht, hey, die ga ik testen. Dus dat is deze. Dan heb ik ook een super silly make-up pad. En deze heb je ook in de video van Catrice kunnen zien. Ik heb hem ook in de versie van Catrice gehaald. Mocht je die video gezien hebben, dan heb je hem daar waarschijnlijk ingezien. En dit is dus ook zo'n siliconen make-up sponsje. En dit voelt zo. Deze voelt al wel steviger aan, vind ik, als die van Catrice. Misschien leuk om hier een versus artikel van te maken. Om deze twee te vergelijken. Maar deze die kun je dus gebruiken voor vloeibare producten. Dus eigenlijk alles wat vloeibaar is, kun je
hiermee gebruiken, kun je hiermee aanbrengen. En kijk, het ziet er natuurlijk wel heel erg leuk uit, ook weer zo in die verpakking dat het oogjes heeft gekregen en beentjes en armpjes. Super tof. En het laatste wat ik heb voor deze tools, dat is deze 2-in-1 Color Correcting en Contouring Brush. En ja, hiermee kun je dus contouren en correcting, dus concealer of zo aanbrengen. Die heeft wel ook weer zo'n leuk, tof uiterlijk. Dit is het ene kantje en dit is de andere kant. Ik weet niet wat je waarvoor kunt gaan gebruiken, maar ik denk dat dat gewoon iets is wat je zelf kunt beslissen. Het ziet er ook wel heel leuk uit en daar was ik ook wel benieuwd naar. Ondanks dat ik wel heel erg over ben gestapt op Real Techniques kwasten, vind ik het ook nog best wel leuk om af en toe eens een low budget kwastje te testen. Gewoon ja, omdat dat moet kunnen. Dus die ook. Dan kwam er ook een nieuwe foundation uit en dat is de Fresh Fit Awake Makeup voor een Healthy Glow. Deze zit ook voor het eerst in een echt glazen flesje. Dat had ik van Essence nog niet eerder gezien. Dus dat vind ik echt heel tof dat ze daar nu ook mee zijn begonnen. Geeft het oog ook gelijk een wat luxere uitstraling als plastic, vind ik. Ik heb hem in de kleur 10 Fresh Ivory. Met vitaminecomplex en cranberry water. Dus ik ben heel benieuwd. Ik gebruik zelf eigenlijk voor mijn dagelijkse make-up altijd de 24 Hour van Essence. In zo'n pompflaconnetje. Maar ik heb de lichtste kleur en die is eigenlijk nog te donker voor mij. En deze zag er op zich wel prima uit zo. Dus ik ben wel benieuwd of dat deze ook goed gaat werken. Dan heb ik ook van de Fresh & Fit line deze Awake Primer. En deze geeft een Healthy Glow en zou Pore Minimizing effect geven. Ook deze heeft vitaminecomplex en cranberry water. En dit zit dus in een tubetje, ook super tof. Ik ben wel benieuwd of dat die... Oh, kijk, hij zit ook nog dicht. Super tof. Zo weet je in ieder geval dat hij nieuw is. Dus dat vind ik echt wel heel erg fijn. Dus die dan ook. En dan heb ik ook nog de Brighten Up Banana Powder. En dat is deze. En deze heeft de naam 10 Babananana gekregen. Ja, die namen. En hier staat ook een kleine tutorial hoe je dit kunt gebruiken. En dit is gewoon inderdaad zo'n banana powder die eigenlijk... Ik heb zelf alleen een bananenpowder van W7. Die had ik nog niet gezien van low budget andere merken. Maar Essence is volgens mij een van de eerste low budget merken die zo'n poeder uitbrengt. Dus ook heel benieuwd naar. Dan een aantal nieuwe producten voor de lippen. Even kijken of ik alles heb, jongens. Volgens mij wel. Deze dus. Die ga ik even stuk voor stuk uiteraard laten zien. Ik begin even met de Kiss the Mermaid lipstick. En dit is dus een... lippenstift die je aanpast aan de kleur van je lippen. Ik heb hem in de kleur 03 Become Mermazing. Ik vond de unicorn ook wel erg leuk. Die was paars, maar die was steeds op. En het is een blauwe. Ik heb hem vooral in de groene gezien. En als het goed is, wordt hij gewoon roze op de lippen. Tenminste, dat is wat ik heb gezien in de video's van een aantal andere YouTubers. Die testen de groene variant en die werd gewoon roze. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En ja, hier ook zie je een plaatje dus dat die blauw, van blauw naar roze. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ik hoop niet dat die blauw blijft. Dan hadden ze ook twee buttersticks nieuw. En ik heb een matte variant. En dit is de Matte Love. In de kleur 04 Pink Marshmallow. En dat zijn dus van deze potloden. Die vind ik vaak heel fijn. Ik heb ze ook wel eens van het andere gehad. Die kun je dus zo omhoog draaien. En die hebben dan inderdaad... Deze heeft een matte... matte finish, als het goed is. Ik hoop het. Ziet er wel heel mooi uit, trouwens. Zijn wel hele zachte producten. Dus vind ik altijd wel een beetje tricky met gebruiken. Oké, smelt het niet. Leg ik ze soms nog wel eens in de koelkast, als dat het geval is. En dan heb ik ook de Glossy Love. Dat is deze. En deze heeft de naam 03 Strawberry Soft. Strawberry Soft. En die ziet er dan zo uit. En deze heeft dan als het goed is een glimmende finish. Maar dat kun je ook al wel een beetje zien, zeg maar, vind ik, aan het product zelf. Want je ziet heel duidelijk wanneer het mat of glanzend is. Even kijken hoor. Dan heb ik deze lipstift. En dit is de Metal Shock 04. Heeft deze een naam gekregen. 04 Pink Metallica. Nou, het ziet er best wel heftig uit. Zo,
Dat is een glimmende roze glitter lipstift. Deze zou dus een metallic effect geven. En ik ben heel benieuwd of dat dit echt zo gaat zijn. Voor je het weet loop ik misschien wel met hele felgekleurde lippen rond. Ik weet het niet, maar ik ben hier heel benieuwd naar. Dan twee lipproducten waar ik ook ontzettend benieuwd naar was. En dat is de Vibrant Shock Lip Paint. Dat is deze. Deze heeft de naam 02 Bloody Mary. En dit is eigenlijk gewoon een soort lipgloss, zeg maar. Ik denk dat deze een matte finish heeft. Die je kunt aanbrengen. Maar ik denk dat ze wel heel erg veel pigment gaan hebben. Deze ziet er echt heel erg pigmentvol uit. Dus ja, dat was de Vibrant Shock variant. Maar ze hadden ook een Metal Shock variant. En die ziet er zo uit. En die glimt echt als een malle. Ik heb hem in de kleur 03 Lily of the Valley Stange the Skin Verfapt de Haute Couture La Peau. Nou, ik hoop toch niet dat dat die naam is, jongens, want ik krijg hem bijna mijn mond niet uit. Ik zal de volledige naam even hieronder zetten, want misschien heb ik meer voorgelezen dan wat de bedoeling was. Maar deze die is dan weer echt super glimmend. Kijk hoe fel dit eruit ziet. Dit is toch super tof. Ik hou echt van dit soort producten. Ik ben echt onwijs benieuwd hoe dit gaat staan op mijn lippen. En ik vind het echt heel erg leuk als ik dit ga testen. Omdat ik gewoon echt zo benieuwd ben. Dus dat is de Metal Shock. En dan had ik ook nog een Ultra Last Instant Color. Dit is de nummer 17. Burberry. En dit is paars. En ik heb niet heel veel paars. Ik denk dat die best wel heftig gaat zijn. Kijk hoe paars dit is. Ik weet eigenlijk niet of deze nieuw was. Want ik had dit nog niet eerder in het schap gezien. Maar ik ben zo benieuwd hoe dit gaat staan. Ik denk heel fel. Maar of die ook dus echt lang gaat laten blijven zitten. Ultra Last Instant Color. Nou, die Instant Color, dat geloof ik zeker als ik deze kleur zie. Maar of die ook echt lang gaat blijven zitten, dat ben ik dan weer heel benieuwd naar. Dan heb ik nog een product voor de lippen. En dat is het Lips Go Wow Lip Art Palette. Deze heeft de naam 02 Be An Artist gekregen. En hier zitten dus vier producten in voor de lippen. Ik denk dat dit... creamy lip producten zijn. Het zijn vier leuke kleuren waar je denk best wel leuk mee kan spelen. Maar ik weet niet zo goed of dat het poeder is. Ik denk het niet. Ik denk dat het er zo uitziet. Echt dat het echt een beetje creamy is. Ik vind de kleuren wel heel leuk die erin zitten. Dus ik ben echt heel benieuwd of dit iets is, zeg maar. Dan kwamen er ook nieuwe producten uit in de Correct to Perfect lijn. En ik heb hier allereerst de CC Multi Benefit Pearls. En dit zijn dus glinsterende pareltjes. Ik zal zo het doosje even openmaken om het beter te laten zien. Deze heeft na een 10 My Super Pearls gekregen. En dit zijn van die pareltjes die dus in feite ook zo'n effect gaan hebben. Het ziet er zo uit. Het ziet er wel heel leuk uit zo in het doosje. Op de camera komen ze lichter over als dat ze zijn overigens. Dus die vind ik wel heel erg tof. Ik vind het normaal best wel een beetje lastig om met die pareltjes te werken. Maar ik was toch wel heel benieuwd hoe dit zou zijn. Want ik heb eigenlijk nog wat ik aan pareltjes heb getest. Dat zijn highlighters of blushes. Maar nog nooit zo'n product. Dan hebben ze ook een Correct to Perfect CC Powder Palette. En hier zitten dan ook weer vier kleuren in. Deze heeft de naam 10 Imperfectly Perfect gekregen. En ja, ik denk dat dit gewoon poeder is als ik het zo bekijk. Hier zitten dus ook weer vier kleuren in waarmee je dus bepaalde delen van je gezicht net wat meer camouflage kunt geven. Of kunt bedekken, zeg maar, bepaalde oneffenheden. Dat zijn die speciale kleuren voor uitgevonden. En ze hadden ook een CC Concealer palette. En die ziet er zo uit. Deze heeft de naam 10 Nobody is Perfect gekregen. En hier zitten dus ook weer vier kleuren in aan concealer. Waarmee je dus ook weer die bepaalde oneffenheden kunt bedekken. Dus ook naar deze ben ik heel benieuwd. Dan een aantal nieuwe producten voor de nagels. En ik heb allereerst hier een Holo Rainbow nagellakje. Een leuk roze kleurtje heb ik genomen. Deze heeft de naam 04 Holo Love gekregen. En ja, ik ben wel benieuwd naar dit effect. Het ziet er natuurlijk al super leuk uit zo in het potje, vind ik zelf. Dus dit is
Vond ik gewoon leuk om te testen. Ik vind glittertjes normaal wel heel moeilijk. Maar deze zien er wel heel fijn uit. Dus ik dacht, ja, misschien geeft het wel een leuk holo effect. En dat holo komt natuurlijk heel erg terug op het moment. Dan ook de Evershine Shine Boost Technoliki Topcoat zonder UV-lamp. Dat is deze. En ja, ik denk dat deze een soort gel effect geeft of zo. Ik weet niet zo heel erg goed, maar ik zag deze staan. Ik ben altijd op zoek naar een nog betere topcoat, zeg maar, dan die ik nu heb. Dus ik was wel benieuwd of deze wat zou zijn. Het product waar ik het meest benieuwd naar was in deze hele nagellaklijn, dat was de Metal Shock. En allereerst heb ik hier een sealing topcoat. En ja, dit is natuurlijk gewoon om je aangebrachte nagellak te sealen van deze lijn. Die hoort speciaal bij deze Metal Shock lijn. Maar dan heb ik twee nagelpoeders. Ik heb een gouden en een zilveren. Ik zal beginnen met de zilveren variant. Deze heeft de naam 01 Mirror on the Wall gekregen. Dit is dus zo'n poeder waarmee je dus een spiegeleffect op je nagels zou kunnen creëren. De tutorial die staat op de website volgens mij. Essence TV staat hier. Wat ik zo zie is dat je eerst gewoon een base coat moet aanbrengen. Dan breng je deze glittertjes aan en vervolgens aflakken met dus deze topcoat. Volgens mij moet je dit ook gewoon aanbrengen met zo'n sponsapplicator. Even kijken hoe dit eruit ziet. Ik heb echt geen idee. Oh, het zijn wel hele kleine potjes. Ze zijn wel echt super schattig. Dit is dus het zilveren potje. En hier zit dus die mirror nagellak poeder in, bedoel ik. Heel schattig. Het was echt heel, heel bijzonder. Want ik wilde eigenlijk zoiets dus op AliExpress gaan kopen. Maar toen zag ik dat Essence ze kreeg. Toen dacht ik, ik ga ze van Essence kopen om te testen. En ik heb ook een gouden variant. En dit is de kleur 04 A Touch of Vintage. Deze ook even kijken. Deze heeft inderdaad gouden glittertjes. Ziet er echt heel erg tof uit. Ik heb het idee dat je ziet ze zo wel bewegen. Ze zitten wel goed verpakt. Dus op zich kan het doosje niet heel gemakkelijk openen. Maar ik denk wel dat je echt heel erg moet uitkijken dat het heel veel poeder gaat geven als je ze openmaakt. Ik heb ook een beetje glitters op mijn vingers zitten. Dan heb ik ook de Pressed Metal Nail Polish. En ik wist niet zo goed wat ik hiervan moest gaan verwachten. Maar het ziet er wel heel mooi uit. Leuk kleurtje. Ik heb hem in de 04 It's My Party. Ik vind het wel, ja, het ziet er wel leuk uit. Dus ik ben wel benieuwd wat voor effect het op mijn nagels geeft. En ik hou van nagellak gewoon. Mijn nagels zien er op dit moment ook helemaal niet meer uit. Want ik heb nu nog een kerstnagellak erop die er echt af kan. Maar oké. Okay. En dan heb ik ook nog drie losse glitternagellakjes. En ik heb allereerst Party in a Puddle. Dat is deze. Die kun je dus gewoon los over je nagellak heen aanbrengen volgens mij. Ja, deze. Je lakt je nagels, strooit er wat glitters overheen en dan lak je ze af. Dus deze dan, de Party in a Puddle. Ik heb ook Rock in a Puddle. Die heeft, lijkt wel die heeft sterretjes. Hoe tof is dit? Wauw, dat ziet er echt tof uit. En ik heb Fame in a Puddle. En dit zijn volgens mij hele, hele fijne glittertjes als ik het zo bekijk. Het ziet er echt, ja, het ziet er heel leuk uit. Ik was gewoon benieuwd. En dit kan gewoon wel met feestelijke gelegenheden. Nou zijn de feestdagen nu wel net geweest. Maar nou ja, met een verjaardag of zo is het ook super leuk. Dan heb ik nog twee Make Me Glow producten. En allereerst heb ik hier de Liquid Bronzer. Deze heeft de naam 20 Sun in a Bottle gekregen. En dit breng je dus zo aan. Dit heeft een nagellijk applicaat. Oh nee! Dit is gewoon een applicatortje. Wauw, dat ziet er apart uit, jongens. Het ziet er zo uit. Dit breng je dus gewoon zo aan. Dus dat moet je gewoon heel goed inblenden, denk ik dan. Het is een, geen droge, zeg maar. Het is een natte bronzer. Dus ik ben wel benieuwd. Ik denk dat dit wel een heel mooi effect kan geven. Als ik zo naar het flesje kijk en als het product ook zo eruit ziet, dan ben ik heel blij, denk ik. En die heb ik dus ook in een highlighter. En deze heeft de naam 10 Morning Roast in a Bottle gekregen. Morning Roasty in a Bottle. Ik kan het niet zo heel goed lezen. En deze
Ja, deze is wel echt heel erg kleurrijk. Die ziet er dus zo uit. Heel erg mooi. Je moet wel echt onwijs uitkijken dat het niet gaat lopen, zeg maar. Een beetje naar beneden. Maar ben ik ook heel benieuwd naar. En het strobing en contouring paletten. Dat is deze. Deze heeft de naam 10 My Own Makeup Artist gekregen. En dit is dus een palette om te contouren en te highlighten. Het zijn creamy producten. En ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen qua pigment. Ik ben normaal niet zo heel erg fan van creamy producten. Maar ik was wel benieuwd of dat dit wat ging zijn, zeg maar. Je hebt best wel veel kleurkeuzes. Dus ik denk dat er voor iedere huidstype kleur wel eentje bij zit. En hier staat een kleine tutorial achterop. Dus dat is altijd handig als je er even niet uitkomt. Dan heb ik de Prismatic Holo Lighter Stick. En dit is een highlighter. Hoe tof ziet dit eruit? Ik denk dat hij op camera niet zo goed overkomt. Maar ik denk echt dat dit een super tof effect kan geven als ik hem zo zie. Hij is echt mega aan het shinen. Helaas komt het inderdaad op de camera niet over. Maar dit kan echt een heel erg tof effect geven. Ik ben heel erg benieuwd gewoon. Ik vind het sowieso wel leuk dat Essence heel erg veel werkt met de Holo Lighter producten, zeg maar. Dan heb ik een aantal producten voor de ogen. En ik heb hier een palette dat heet Be Kissed by the Moon. Dit is een eye and face palette. Deze ziet er zo uit. En dit is dus zo'n palette voor je ogen en voor je gezicht. Wat je kunt gebruiken, ziet er wel heel leuk uit. De kleuren zien er veelbelovend uit als je het mij vraagt. Heel benieuwd naar ook. Naar deze kleurtjes. Ook weer een kleine tutorial achterop overigens. Dan ook een nieuwe oogschaduwpaletten. En dit is het All About the Magical Forest oogschaduwpaletten. Ziet er zo uit. Op de achterkant ook weer een tutorial. En die heeft deze kleuren. Ziet er wel echt heel grappig uit. Ziet er echt heel tof uit ook. Lekker fel. Dus een keer wat anders. Dus ik hoop dat het pigment heel goed gaat zijn van deze palettes. Ook heb ik een cream eyeshadow. Dit is de Moonlight Eyes Cream Eyeshadow. Ik heb hem in de kleur 01 Angel. Ik weet eigenlijk niet of er nog andere kleuren waren. Dit ziet er zo uit. Die kun je dus gewoon zo aanbrengen. En ik denk dat dit wel een heel mooi effect kan geven. Hij is volgens mij al wel zwart zo te zien. Dus ik ben wel benieuwd naar deze. Of dat, dat dit wat gaat zijn. Dan heb ik ook uit de Metal Shock lijn een oogschaduw. En dat is deze. Ik heb hem in de kleur 06 Total Eclipse. En die heeft dus gewoon een soort lipgloss applicator. Wow, volgens mij is het paars. Ik denk dat dit wel heel heftig kan zijn. Het enige wat ik hoop is dat ik er geen last van krijg tijdens het aanbrengen op mijn ogen. Want mijn oogleden zijn wel een beetje gevoelig. Maar ik was wel heel benieuwd naar deze ook. Dus dat is deze oogschaduw. Dan heb ik een lip en eyeliner. En dat is ook van de Metal Shock lijn. Dat is deze. Ik heb deze in de kleur 04 Pink Glim. Zeg ik dat goed? Pink Glam. Niet Pink Glim, nee, Pink Glam. Oh ja. Wauw, nice. Ziet er heel mooi uit. Grappig dat je het ook om je lippen kan gebruiken. Ik weet niet of ik hier snel voor zou kiezen. Want ik vind het is natuurlijk een creamy product. Ik hou er niet zo van om daar mijn lippen mee te omlijnen. Ik ben altijd bang dat ik zoiets inslik of zo. Maar voor eyeliner vind ik het wel heel erg tof. Dan heb ik ook de Lash and Brow Gel Mascara. En deze is dan weer uit de Vibrant Shock lijn. Ik heb hem in de kleur 01 Go Berry. En volgens mij zou je hier dus glitter wenkbrauwen mee krijgen. Of je wimpers kun je ermee doen. Oh ja, kijk. Er zit gewoon een spoelie aan. En hiermee kun je het product dus op de wimpers aanbrengen. Maar ook op de wenkbrauwen. Dus hoe grappig gaat dit eruit zien? Dat je gewoon... Nou, ik denk dat ik het eerder op mijn wimpers zou aanbrengen als in mijn wenkbrauwen. Maar ik ga het gewoon testen. En dan zien jullie op de foto's wel hoe het eruit gaat zien. Waarschijnlijk echt heel bijzonder, denk ik zelf.
Dan hadden ze ook een nieuwe eyeliner. En dat is de Super Lash Eyeliner in de Deep Black variant. Dat is deze. Dit is ook weer, ja, ik hou heel erg van eyeliners en ik test ze graag. Deze heeft een vrij smal applicatortje. Die ziet er zo uit. Dus ik ben wel heel benieuwd. Volgens mij hadden ze deze ook in een waterproof variant. Maar ja, ik ben gewoon voor de gewone normale gekozen. Want ik gebruik normaal wel altijd waterproof. Maar het is niet dat ik zo vaak buiten kom dat mijn hele make-up ervan van slag raakt, zeg maar. Deze zal 18 uur blijven zitten overigens. Dan heb ik ook een Light Up Your Eyes Inner Rim Eye Pencil. En dit is dus om je ogen wat op te lichten. Ik heb hem in de kleur 2 Peachy Day. En dit is gewoon zo'n potloodje waarmee je vaak een iets wakker effect kan creëren, zeg maar. Dus door dit aan te brengen als oogpotlood en je brengt het gewoon in de, op de waterlijn aan, dan krijg je vaak een iets mooier effect als je er heel erg moe uitziet. Dus dat kan heel erg helpen. Dan heb ik nog een Soft Contouring Lip Liner in de kleur 01 Peachy Keen. Ik kan niet zo goed lezen. Ik zal de naam even ook hieronder neerzetten, want ik kan het niet zo heel goed lezen. En dit is gewoon een lip liner in een, ja, een beetje nude variant. Leek me wel heel erg leuk om mee te contouren. Dit was ook nieuw, dus ik dacht, nou ja, wie weet. Laten we het gewoon eens proberen. En ik heb ook nog twee tip painters. Maar ik weet niet of deze al een tijdje erin zaten. Volgens mij zijn deze niet specifiek nieuw. Maar ja, ik was daar een beetje mee bezig. En dit is uit de Totally Me lijn. En dit zijn dus van die tip painters voor je nagels. Waarmee je dus een heel strak lijntje kunt trekken. Zo. Ja. En dan heb ik deze. En dit is dus een beetje een rosé gouden kleur. Dit is de 01 Totally Rosé Gold. En dan deze. Die ziet er zo uit. Zijn wel leuke kleurtjes om gewoon eens mee te spelen, vind ik zelf. En dit is de Totally Silver in 02. Dan ben ik toe aan de twee laatste producten om jullie te laten zien. En dat zijn deze twee onwijs leuke paletjes. Ik heb allereerst hier het Superpower Pop Color Shine paletten. En dit is ook een oog- en gezichtspaletten. En dit ziet er zo geweldig uit. Kijk die binnenkant. Ik zal het plasticje er even afhalen. Dit is echt geweldig. Je hebt oogschaduwproducten. Daar gaat het kwastje die erbij zit. Er zit zo'n applicatortje bij. Maar ook voor je gezicht kun je dit gebruiken. Dit geeft een heel erg, ja, leuk effect. Gewoon al om te zien, vind ik zelf. Hier was ik echt super benieuwd naar. Ik vond dit echt ook twee hele verrassende paletjes toen deze aangekondigd werden. Dus dat is deze. En ik heb ook het Rain or Shine paletten. Color Me a Rainbow staat erop. En deze is dus ook voor het gezicht en de ogen. Heeft ook weer zo'n leuk blaadje. Die spiegeltjes vind ik ook geweldig. Ik ga het penseeltje er al eens uithalen. Er zit hetzelfde penseeltje bij. Deze heeft zulke kleuren. En er zit ook een rainbow highlighter in. Hoe leuk! Ik denk echt wel dat deze heel erg mooi kunnen zijn. Want ik vind echt het pigment, hoe het er nu uitziet, vind ik echt heel erg leuk. Zie ik nu pas. Hier op het regenboogje staat een stickertje wat heel grappig is. Maar dat kunnen jullie denk ik niet zo heel goed zien. Dus deze ben ik ook super benieuwd naar deze palettes. Dan waren dit alweer de producten van Essence. En het waren er best wel veel, besef ik me. Ik was ook gewoon heel erg benieuwd naar heel veel producten. En de lijn van Essence die was ook gewoon veel groter van de nieuwe producten als van Catrice bijvoorbeeld. Maar ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik vind het leuk dat ik ook nu echt aan de gang kan met de producten. Gaan testen, fotograferen, ja eigenlijk alles. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie zelf al producten hebben getest uit die nieuwe collectie. Vast wel, want die lag er natuurlijk al in augustus. Ik was weer veel te laat, maar oké, daar heb ik genoeg over verteld.
Laat het zeker even weten in de comments. Ja, waar jij zelf bijvoorbeeld heel enthousiast over bent. Mocht je nou een product hebben gezien in deze video waarvan je denkt, nou, daar zou ik eigenlijk graag wat meer over willen weten. Reviewtje, videootje, laat het zeker weten in de comments. Ik heb het al vaker gezegd, ik kan heel makkelijk schuiven met mijn reviews. En dan kom ik ook tot het besef dat dit gewoon de laatste video van 2017 alweer is. Want is het gewoon hard gegaan en ja, heel bizar eigenlijk. Dus ja, ik wil jullie allemaal alvast een heel fijn uiteinde wensen. Doe voorzichtig met vuurwerk mocht je dat gaan afsteken. Maak er iets gezelligs van. En dan hoop ik je gewoon in 2018 ook weer terug te zien op mijn kanaal natuurlijk. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je uiteraard altijd nog even gratis abonneren door op de abonneerknop te drukken. Als je ook even op het belletje klikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Ik wil je bedanken voor het kijken en ja, ik hoop je bij de volgende video weer terug te zien. Doeg!